mag ik vragen of iedereen... Hé, hij doet het niet, of wel? Ze klapt met de hamer. Het is wel... Mag ik vragen of iedereen gaat zitten? Ja, voorzitter. Ja? De inleiders zijn soms heel erg lang. Het gaat ten koste van vragen. Ja, ja. Begin je ook een keertje andersom? Nee, begin nu andersom. Anders moet ik steeds een keer... Nee, ik ga nu helemaal... Okay. Ik soms krijg ook inspiratie van de vraag. Van de vraag van de ander. Nee, ik begin nu aan de andere kant, ja. Ja. Twee dingen eigenlijk. Ik wil een glas zodat ik water kan pakken en ik wil wel graag een kop thee. Ja. Het is een rolstoel. Ja, voor gouden korte benen. Zak je een beetje onderuit. Nee, dat betreft er nog wel wat te halen of wat te verbeteren inderdaad. Ik zit met een thee op de grond, gelijk op. Ja, een beetje plekje. Ja, precies. Ja. Wat goed was. Dames en heren, we gaan weer verder. Dus als iedereen wil gaan zitten, dan starten we met het tweede blok van deze hoorzitting vandaag over de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Een belangrijk verdrag, een mooi verdrag, wat veel aspecten en facetten van het leven ook kent. Dat zagen we ook in het eerste blok, waarbij ook al een doorkijkje werd gemaakt naar het tweede blok, waar we nu zitten. U ziet dat het aantal sprekers aanzienlijk is uitgebreid. En ook voor dit blok hebben we anderhalf uur. Dus dat betekent dat we willen we iedereen toch ook tot hun recht laten komen. Ja, misschien de spreektijd voor de inleidingen ook ietsje korter moeten maken. Dat geldt zowel voor de politici als ook voor de sprekers. We doen het wel weer precies hetzelfde. Dat betekent dat u straks ongeveer een minuut of twee heeft om kort vanuit uw organisatie toe te lichten wat belangrijk is voor uw doelgroep of voor uw werk, zeg maar, om aan die inclusieve samenleving ook te werken. Dan zal vervolgens van de zijde van de Kamer, mijn collega's, zullen u één vraag stellen. Er is ruimte voor een vervolgvraag. En hoe specifieker en hoe gerichter dat is, hoe meer we natuurlijk ook uit deze hoorzitting ook halen. Ik stel mijn collega's even voor. Naast mij zit de griffier. Daarnaast zit mevrouw Van Ark van de VVD. Mevrouw Dijkstra van D66. Mevrouw Leijten van de SP. Mevrouw Dick Faber van de ChristenUnie. En daarnaast zit mevrouw Keizer van het CDA. En zelf mag ik deze dag voorzitten. En ik ben Noltuin van Dijk en ik ben van de Partij van de Arbeid. Nou, we gaan eens kijken of het lukt ongeveer in een minuutje of twee. Want nogmaals, hoe meer ruimte er ook overblijft voor vragen. Mevrouw Soffer. Ja, twee minuten. Ja, ja. Ik begin nu. Nee, ik ben Ilja Soffer, de directeur van Iederin. Iederin is de landelijke koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte. Voor mensen die dat niet weten, dat is de fusieorganisatie van voorheen de CG-raad en het platform Verstandelijk Gehandicapten. Iederin werkt als het gaat over het VN-verdrag samen met de LFB, Persaldo, de LPGGZ en de Coalitie voor Inclusie in de Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag. En als ik hier zit, dan ben ik Iederin, maar ik ben vooral ook de Alliantie. De Alliantie zet zich in voor een spoedige en zorgvuldige ratificatie en vooral een daadkrachtige implementatie van het VN-verdrag. En het VN-verdrag betekent veel voor ons en onze organisaties. We zijn daarom ook heel verheugd dat het erop lijkt dat de ratificatie nu eindelijk nabij is. En we zijn niet trots dat we bij de laatste der Mohikanen horen. Het VN-verdrag is van een hele grote betekenis voor onze achterban.
omdat het verdrag zegt dat mensen met een beperking in staat moeten worden gesteld om zelf regie te voeren en mee te kunnen doen en hun eigen keuzes te kunnen maken. En als dat nodig is, moeten ze ondersteuning kunnen krijgen, zodat ze op gelijke voet een onderdeel van de samenleving kunnen zijn en daaraan kunnen bijdragen. Om een voorbeeld te geven, wij hadden een grote werkconferentie en toen ik aan de mensen vroeg, allemaal mensen met beperkingen, wat is voor jou nou het ding dat moet zijn geregeld door dat VN-verdrag? Toen kwamen er geen hele grote verhalen, toen kwam het zinnetje dat het gewoon is dat ik er ook ben. En ik vond dat eigenlijk heel ontluisterend. Het is blijkbaar lang niet altijd gewoon. Het VN-verdrag geeft aan wat er op allerlei terreinen van het leven vereist is om de belemmeringen in de samenleving weg te kunnen nemen. En daarmee beschouwen wij het als een routekaart, als een tom-tom om stapsgewijs tot inclusie te komen. Het gaat niet alleen om wetten, het gaat niet om het beleid, het gaat niet alleen om systemen, het gaat ook om een verandering in beelden, in houding en gedrag. En we zien het daarom als een transformatieopgave. En dat is een kans. De principes die zijn vastgelegd in het VN-verdrag bieden ons inziens ook een belangrijke kans om de decentralisaties in het sociaal domein richting te kunnen geven, een betekenis te kunnen geven. En wellicht bieden ze daar ook een toets op. Op deze manier kunnen we toewerken naar een inclusieve samenleving waarin eigen regie, zeggenschap en keuzevrijheid voor mensen met en voor mensen zonder beperking normaal zijn en geen holle frazen. Kun je afronden? Wat wij ontzettend belangrijk vinden. Was dat 2 minuten al? Drie. Nee. Ja. Wij zijn ontzettend teleurgesteld in het ambitieniveau van de regering. Wij vinden het belangrijk dat het plan van aanpak met en van en voor mensen met een beperking wordt opgesteld en dat een lokale inclusieagenda voor gemeenten op niveau wordt vastgesteld en opgenomen in het plan van aanpak. Tot slot vindt de Alliantie het ontzettend belangrijk dat ook het facultatief protocol wordt ondertekend tegelijk met de ratificatie. Dankjewel. Meneer Bakker. Voorzitter, ik zal het kort houden. Ik ben van de kiesraad, ik ben secretaris-directeur van de kiesraad. En de kiesraad is een adviesorgaan van de regering en parlement op het gebied van kiesrechten en verkiezingen. Nou, de kiesraad heeft in augustus 2013 advies uitgebracht over het wetsvoorstel wat nu eigenlijk bij de Kamer ligt. En de kiesraad heeft toen eigenlijk op 2 punten gewezen. Punt 1, de toegankelijkheid van stemlokalen. Er staat in de wet op dit moment, in de kieswet, dat tenminste 25% van de stemlokalen toegankelijk moet zijn voor mensen met een fysieke handicap, met een fysieke beperking. Dit wetsvoorstel verandert dat eigenlijk nauwelijks. Er staat nu in het wetsvoorstel dat zoveel mogelijk stemlokalen geschikt moeten zijn voor mensen met een fysieke beperking, maar tenminste 25%. Dus dat zal waarschijnlijk in de praktijk niet heel veel veranderen. Nu is de keuze van stemlokalen, dat is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Gemeenten hebben het daar vaak lastig mee om geschikte lokalen te vinden. Dus dat zal waarschijnlijk betekenen dat het nooit 100% van de stemlokalen geschikt zal worden voor mensen met een fysieke beperking. Maar dat vloeit ook niet voort uit het VN-verdrag. Het tweede punt dat de kiesraad heeft gemaakt, dat heeft betrekking op de toegang tot het stemproces. Het is nu voor veel mensen met een fysieke beperking niet mogelijk om in persoon zelf hun stem uit te brengen. En dat is natuurlijk toch wel de mooiste wijze van stemuitbrenging. De kiesraad die adviseert al jarenlang om op dit punt weer over te gaan tot het gebruik van stemcomputers. Omdat stemcomputers een mogelijkheid bieden om door middel van auditieve ondersteuning of tactiele toetsen mensen met een beperking meer in staat te stellen om hun stem zelfstandig uit te brengen. U moet daarbij bedenken dat het stemmen bij volmacht is vaak de stemmanier waarop deze mensen dan hun stem kunnen uitbrengen. En het stemmen bij volmacht, dat is in de ogen van de kiesraad toch niet echt een volwaardige
manier van stemuitbrenging, omdat de kiezer daarbij zijn stemgeheim moet opgeven. Je moet tenslotte aan iemand anders vertellen hoe je graag wil dat jouw stem wordt uitgebracht. Dus dat zijn eigenlijk de twee punten van de voorzitter. Nou, ik ben Connie Kooijman, directeur van de Vereniging LFB, Belangvereniging van Mensen met Verstandbeperking. Ik spreek vanuit mensen met verstandbeperking zelf. We zijn ook lid van de Alliantie. Wij zijn een van de Alliantieleden, dus ik doe een onderdeel ervan van mensen met verstandbeperking zelf. We zijn heel blij dat de ratificatie nu echt gebeurt. We hebben er lang op moeten wachten, dus verwachten we ook dat de ratificatie echt wordt doorgezet en de datum in juli ook vaststaat. En daar houden we helemaal 100% rekening mee. Mensen met verstandbeperking willen dat alle informatie toegankelijk moet zijn. Ook gemakkelijk taalgebruik. Ook in brief van onder andere gemeenten en alle anderen. Want het is ook allemaal nog moeilijk. Maar ook andere informatie zoals het reizen onderweg met het OV, kiezen en zeggenschap in hun leven. Dat moet gefaciliteerd worden om goede keuzes te kunnen maken. Je zie je ook als gewone medeburger behandelen, maar dan met toegankelijke informatie en de juiste bejegening en de juiste manier van bejegenen. Ook graag hulp geven voor hen voor te moeilijke dingen. Nou, ik vul even aan op dat stemmen.
ook graag hulp geven voor hen voor te moeilijke dingen. Nou, ik vul even aan op dat stemmen. Als gewone, die zie je ook als gewone medeburger behandelen. Maar dan met toegankelijke informatie en de juiste bejegening. En de juiste manier van bejegenen. Ook graag hulp geven voor hen voor te moeilijke dingen. Nou, ik vul even aan op dat stemmen. Als gewone, die zie je ook als gewone medeburger behandelen. Maar dan met toegankelijke informatie en de juiste bejegening. En de juiste manier van bejegenen. Ook graag hulp geven voor hen voor te moeilijke dingen. Nou, ik vul even aan op dat stemmen. Als gewone, die zie je ook als gewone stemmen is ook mensen met een verstandsbeperking die ook onder curatele staan, hebben gelukkig al een aantal jaar recht om te stemmen. En daar maken ze ook veelvuldig gebruik van. Maar dan moet het wel toegankelijk zijn voor deze mensen. Zij weten wel altijd op wie ze willen stemmen. De persoon weten ze, maar in het stemhokje weten ze vaak de betreffende kandidaat niet te vinden op die supergrote vel papier. Want waar staat hij nou op nummer 1, 10 of ergens? Veel mensen met een verstandsbeperking willen graag hulp bij het opzoeken. In relatie tot dwang. De wet verplichte GGZ en ook de wet zorg en dwang zullen aan het VN-verdrag moeten worden getoetst. Onderwijs en werk. Het OECD-rapport Mental Health and Work geeft aan dat Nederland veel meer moet en kan doen als het gaat om participatie van mensen met een psychische beperking. Een ambitieuze aanpak is gewenst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaan en UWV. En kan bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaan en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaan en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaan en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaan en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaan en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaan en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaan en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaan en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaan en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaan en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaan en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team,
reïntegratiebedrijven Odibaam en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaam en UWV. Zij bieden een intensieve vorm van trajectbegeleiding voor jongeren met ernstige psychiatrische problemen. De zorgdienst. Een goed voorbeeld is de samenwerking in Amsterdam tussen VIP-team, reïntegratiebedrijven Odibaam en de verzekeraar betaalt het voortraject, UWV betaalt het traject zelf. De overheid zal meer moeten doen om deze vormen van samenwerking en ketenregie te stimuleren en ze nodig af te dwingen. We pleiten op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen.
Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen.
Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen. Het wetsvoorstel maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening biedt woningcorporaties straks tijd op dit punt, maar ook in het algemeen, voor een ambitieus plan van aanpak met duidelijke doelen. Ten slotte wonen.
Dove mensen hebben een beetje bijzondere positie in de samenleving. Ook een beetje anders dan andere mensen met een beperking, omdat wij onze eigen taal hebben. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er twee groepen zijn. En wij gaan voor het VN-verdrag, dat gaat over kwaliteit van leven. En die andere kant is dus de erkenning van de gebarentaal. Dat is ontzettend belangrijk voor ons. Artikel 21 in het VN-verdrag, daar wordt duidelijk in genoemd toegankelijkheid tot informatie, toegankelijkheid tot onderwijs. En dat betekent dat de Nederlandse gebarentaal dan erkend moet worden. Want er zijn wel andere talen die erkend worden in Nederland, maar de Nederlandse gebarentaal loopt daarop achter. In Europa zijn bijna alle gebarentalen al erkend en Nederland loopt daarin achter. Dus als het VN-verdrag wordt geratificeerd, is dat een belangrijke stap. Dus als je mij vraagt, moet gebarentaal erkend worden, dan zeg ik volmondig ja. Heldere vraag, helder antwoord. Mevrouw Dick-Faber, namens de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan mevrouw Schuilenburg van Detaalende Nederland. Ik ben zelf, het is al een tijdje geleden, in een rolstoel gaan zitten om te kijken hoe nou de route van in mijn woonplaats vanuit het verpleeghuis naar de stad is. Dat valt niet mee. We krijgen te maken met uitstallingen, terrasjes. Je moet daar met de rolstoel zigzaggend doorheen. Nou, dat betekent ook voor mensen met een kinderwagen bijvoorbeeld best heel lastig. Vervolgens kom je in de winkel, wordt er zoveel mogelijk in de winkel gepropt om maar zoveel mogelijk te verkopen. Maar ja, met je rolstoel kom je er gewoon echt niet tussendoor. Dus mijn beeld, zeg maar, is, ik wil het niet aan die ene ervaring ophangen hoor, maar goed, het beeld als je om je heen kijkt is toch dat de praktijk niet vertaling is van wat er op landelijk niveau ingezet wordt. U heeft aangegeven, nou, we vertegenwoordigen 110.000 winkeliers online en offline. Zijn dat alle winkeliers? En ja, hoe wordt er nou voor gezorgd dat, zeg maar, de goede ideeën die er zijn op landelijk niveau, bij koepelorganisaties, hoe die ook echt op lokaal niveau uitgewerkt kunnen worden? Want volgens mij is er met die toegankelijkheid gewoon echt nog wel veel te verbeteren. Ja, dank u wel. Bedankt voor de vraag. Een vriendin van mij heeft ook sinds kort een kindje en die heeft een kinderwagen en die beleeft nu de stad en de inrichting ook op een hele andere manier. Dus ik kan me voorstellen dat als je in een rolstoel door de stad beweegt en in een winkelgebied bijvoorbeeld, dat je ook veel barrières tegenkomt. En dat is lastig. Maar waar de uitdaging ligt, volgens ons, om op lokaal niveau, en er zijn voorbeelden ook van, ik kan even de gemeente niet voor de geest halen, maar daar is de gemeente samen met een aantal vrijwilligers die een beperking hebben ook door de stad gegaan. En zij mochten 20 of 30 knelpunten aangeven die zij tegenkwamen. En die hebben de gemeentes hebben gemeentes opgelost. Heel veel gemeentes waren zich ook niet, medewerkers van de gemeente waren zich ook niet bewust dat die barrières zich voordeden. Dus en die werkten gewoon bij de stadswerker. Dus die werkten elke dag op straat, maar waren zich niet bewust van de problemen. Dus dat is een heel mooi voorbeeld hoe je samen met elkaar op lokaal niveau het op moest lossen. Hebben ondernemers. Hebben gedaan en wat nog verder door moet werken, daar ben ik met u eens, is het delen van best practices. Want er gebeuren ook wel hele goede voorbeelden van winkelbedrijven die iemand meesturen de supermarkt in om te helpen. Heel veel websites proberen we natuurlijk ook zo goed mogelijk te ontsluiten, maar ja, dat moeilijk is. Daar ben ik helemaal met u eens. En dat vraagt ook nog nadere aanpassingen wellicht. Maar we zien wel hoop. Als je ziet met betalingsverkeer met pinautomaten, dat je nu contactloos kan betalen of straks met je mobiel je pincode kan doen. Dus dat je niet meer afhankelijk bent van het apparaat van wat de winkelier heeft, maar dat je je eigen telefoon goed beheerst, dat je dan zo je pinbetaling kan doen. Zo kunnen we het met elkaar uitkomen. Maar ja, dat vraagt wel inspanningen van vele kanten. Dat ben ik met u eens. Het betreft natuurlijk een veel breder aandachtspunt, want
beperkingen kunnen ook op een ander vlak zich voordoen. Is de conclusie dan gerechtvaardigd dat er van de winkelierskant heel veel gebeurt om het aanbod toegankelijker te maken, maar dat de gemeenten daarin tot nu toe nog zijn achtergebleven? Zou daar nog een meer bewustwording nodig zijn? Ik denk dat je elkaar zou moeten versterken. En natuurlijk zijn er ook in deel van onze achterban zouden misschien aanpassingen gedaan kunnen worden. Maar wat volgens ons juist heel goed werkt, is dat er bestaat nu ook een checklist van hoe kan je je ruimte zo indelen, hè, dat zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken. Nou, wij moeten ervoor zorgen dat als die ondernemer toch zijn winkel gaat verbouwen, dat hij dan automatisch als een vanzelfsprekendheid, als zijnde duurzaamheid, wat iedereen weet wat we daarmee bedoelen, dat onderdeel is van de bedrijfsvoering van die ondernemer, dat hij natuurlijk die aanpassingen ook meeneemt. Mevrouw Leijt. Allereerst wil ik mevrouw Westerhof bedanken dat zij de tolken mee heeft genomen, zodat we haar belangwekkende bijdrage niet hebben hoeven missen vandaag. En u heeft gelijk, we hadden dat natuurlijk moeten voorzien. Ik heb een vraag. Ik heb een vraag aan cliëntenorganisaties. En ik denk dat mevrouw Soffer als eerste aangewezen is om te beantwoorden, maar ik laat aan de anderen om er ook op te reageren. In 2011 is besloten om subsidie voor patiëntenorganisaties en cliëntenorganisaties gigantisch op de schop te nemen, waarbij het dagium eigenlijk was: de diversiteit staat. Is te groot, er moet opgeschaald worden, er moeten grote koepels komen. Iedereen is daar ook een resultante van. CG-raad gecombineerd met het platform voor verstandelijke gehandicapten. En in die hele verandering, het veranderen van de subsidie, het loslaten van die diversiteit, het uitgaan van projecten, is bijvoorbeeld ook de lokale ondersteuning van de gehandicaptenplatforms verdwenen. Een organisatie als Makkers, die ieder Kamerlid inderdaad in die rolstoel zette en liet reizen door steden, tegen alle beperkingen aan liet lopen, is verdwenen. En mijn vraag is eigenlijk, zouden we dat niet in ere moeten herstellen? Mevrouw Soffers van Iedereen. Ja, daar heb ik geen 2 minuten voor nodig. Wat wij zien, en dat is een kwalijke ontwikkeling, is dat lokale belangenbehartiging, belangrijker dan ooit met de decentralisaties van nu, dat daar echt het kleed onder vandaan is getrokken. En dat er gelukkig wel allerlei belangengroepen zijn en dat we die ook kunnen toerusten vanuit de koepels, en dat doen we ook. Maar dat gemeenten eigenlijk volstrekt geen governance structuren hebben waarin zeggenschap en belangenbehartiging geborgd is. Daarom pleiten wij ook vanuit de Alliantie en als Iedereen enerzijds voor die lokale inclusieagenda's, zodat gemeenten gedwongen worden, zou ik bijna willen zeggen, dat klinkt niet aardig, maar ik zeg het denk ik omdat het nodig is, gedwongen worden om met organisaties van mensen met een beperking in gesprek te gaan en keiharde afspraken te maken. Dat enerzijds. Anderzijds denk ik dat het heel hard nodig is dat er wordt nagedacht over manieren om belangenbehartiging van lokale organisaties, lokale groeperingen moet ik misschien zeggen, want niet alles organiseert zich meer met verenigingen en anderszins, lokale initiatieven te ondersteunen. En dat kan vanuit de koepels deels, maar wij dekken lang niet alles. Ik kan mij voorstellen dat inderdaad vanuit de LFB en misschien ook vanuit de LOC erop gereageerd nog wil worden. Mevrouw Kooijman? Ja, ik wilde ook nog reageren. Ik ben natuurlijk een van de ene organisatie die dan in 2011 dat gekort is van 95% gekort. De LFB heeft al labmiddelen gedaan om labmiddelen gemaakt om verder te gaan. Maar ik merk mezelf ook, ik heb in mijn praatje natuurlijk ook al gezegd van de LFB is bereid om met een hoop mensen om die VN-verdrag tot de werkelijke uitvoering te brengen, dat alles gewoon toegankelijk en gewoon is. Dan hebben we natuurlijk de mensen nodig, maar de mensen, ja, vaak vrijwillig. En ik ben zelf ook actief als vrijwilliger bij, zeg maar, rovertoegankelijk. En,
en bij een WMO Klankbadgroep in mijn gemeente opgezet heb en het zelf vrijwillig draai. En merk ook dat ik gewoon overloop, dat ik s'nachts ook moet gaan werken om te zorgen dat alles gewoon toegankelijk is en alles gewoon gebeurt, ook kader van de WMO. Dus ik zou ook willen vragen om toch wel ergens kijken of de cent of iets te faciliteren, zodat de mens niet allemaal alleen als vrijwilliger, maar dan ook zeg maar als een baan, zeg maar, als ervaringskundige zelf, mensen met pech, als ervaringskundige een baan krijgen om die hele VN-verdrag gewoon gezamenlijk uit te voeren. Er zijn heel veel plannen. Daarom hebben we zaterdag, is natuurlijk de eerste bijeenkomst geweest van het denktank, dat heet nu Denken en Tanken. Dus we willen dan wel binnen 2 jaar dat het echt gewoon een goed betaald team van mensen met een beperking daar aan de slag gaat. De heer Wolters en daarna de heer Vos de Waal. Voorzitter, dat geldt natuurlijk met name ook voor het LOC. Wij hebben altijd gewerkt met cliëntenraden, maar het wordt steeds belangrijker. Daar zie je op een gegeven moment de wet langdurige zorg. Dat betekent dat heel veel mensen niet meer bij een cliëntenorgaan of niet meer deelnemen in een cliëntenraad. Wij zijn als LOC zijn we heel erg aan het zoeken, hoe kun je nou deze mensen binden, want die vallen tussen het wal en het schip. En dat betekent dat we voor die groep als LOC iets willen gaan opzetten in de vorm van het organiseren. Het betrekken bij het hele WMO gebeuren, want daar gaat het nog in feite om. Nou, dat zijn allemaal van die dingen waar we als LOC mee bezig zijn, of mee bezig gaan. Maar dat betekent gewoon dat je op dit moment beperkt wordt in je middelen, want het kost geld. Wij werken op dit moment voornamelijk ook met vrijwilligers. We hebben een aantal beroepsmensen. We hebben helaas een paar moeten ontslaan omdat de middelen ontoereikend zijn. En dat betekent dat je gewoon op projectgelden moet gaan werken. En dat betekent dat je geld moet zien te krijgen van die en van die. En dat wordt allemaal natuurlijk ontzettend moeilijk, want we willen ook objectief blijven. En we willen dus zorgen dat inderdaad de mensen waarom het gaat, dat die ook gehoord worden. Heer Vos de Waal. Ja, bij ons geldt ook dat met name lidorganisaties erg getroffen zijn door de kortingen. En die vertegenwoordigen vaak een specifieke groep, bijvoorbeeld rond autisme of rond psychoses. En die zijn er voor de belangenbehartiging, maar die zijn er ook voor lotgenotencontact, voor voorlichting. En dat zijn ontzettend essentiële taken die nu in het gedrang komen. Er zit ook heel veel kennis die zo verloren dreigt te gaan. En daarnaast de lokale participatie, die wordt natuurlijk alleen maar belangrijker, maar wordt niet gefaciliteerd. En het gaat dan om bijvoorbeeld het mee opstellen van zo'n lokale agenda voor het VN-verdrag. En niet alleen om zeg maar meedenken, praten over beleid, maar onze achterbanorganisaties lokaal, die doen ook heel veel op het gebied van antistigma, van eigen projecten rond opleiding, toeleiding naar werk. Nou, dat komt er in de knel. Dus het korte antwoord op de vraag was ja. Dat is. Mevrouw Westerhof. De bezuinigingen wat betreft subsidies heeft voor ons ook grote gevolgen gehad, voor dovenschap zeker. We hebben op dit moment bijvoorbeeld geen betalend bureaumedewerker meer, geen beleidsmedewerker meer. En mijn andere bestuursleden doen dit werk samen met hun fulltime baan, dus het is allemaal vrijwilligerswerk. Ik ben voorzitter van dovenschap en dat doe ik vrijwillig. Vandaag heb ik bijvoorbeeld een vrije dag op moeten nemen om hier aanwezig te zijn. En die subsidie is gewoon nodig om te zorgen dat dit soort bijeenkomsten toegankelijk zijn. Maar bijvoorbeeld ook dat er ondertiteling is. Want het is nog steeds niet vanzelfsprekendheid. En om dit soort dingen voor elkaar te krijgen, hebben wij betalend medewerkers nodig om hiervoor te strijden. En wij willen graag betrokken burgers zijn. En wij willen meedoen en participeren in de samenleving. Maar de bezuinigingen maken het heel moeilijk voor onze organisaties om hiervoor te strijden. Ja, het lijkt me goed om ook wel even te benadrukken dat niet alleen belangenorganisaties heel belangrijk vinden, maar dat ze dat voor ons ook echt zijn.
Wij hebben ook een professionele partij nodig die ons van de juiste signalen voorziet, informatie voorziet. We praten regelmatig bijvoorbeeld met de organisatie van mevrouw Soffer. En dan lopen we door allerlei ambities en dergelijke. Maar lang niet overal is capaciteit voor. Nou kunnen wij een deel daarvan wel oplossen door de echte kosten, onderzoekskosten en dergelijke voor onze rekening te nemen. Maar puur de ruimte om het gesprek aan te gaan, de agenda met elkaar te zetten, die ontbreekt vaak. Dus dat is wel een aspect wat ik ook nog even wil benadrukken. Vervolgvraag of is het... Ik heb geen vervolgvraag. Nee. Antwoorden waren totaal helder. Ja, waren helder. Mevrouw Dijkstra? Ja, voorzitter, dat heel belangrijk om deze ronde even gehad te hebben. Want het is natuurlijk ook in het eerste blok al opgemerkt door de heer Schierenbeck dat die kennis dat die niet terechtkomt waar die terecht moet komen, bij de gemeente. En ik heb eigenlijk daar ook een vraag over aan mevrouw Soffer. Want zij moest natuurlijk haar betoog aan het begin even kort houden. Maar in position paper geeft ze aan dat wat er vooral ontbreekt ook, dat zij zijn de concrete procesafspraken over de implementatie van het VN-verdrag en het plan van aanpak. En ik zou van haar nog willen, dus ze beschrijft wel wat de alliantie dan wil, maar nog eens praktisch wat voor haar, wat die concrete procesafspraken wat haar betreft inhouden. En misschien ook nog bij een aantal van de anderen die aan kunnen geven of zij vinden dat ze in voldoende mate daarbij betrokken worden en verwachten betrokken te worden. Ja, inderdaad, hoe dat uitvoeringsprogramma zo scherp mogelijk kan zijn. En misschien wel scherper en ambitieuzer dan wat nu het papier doet vermoeden, om het zo maar te zeggen. Mevrouw Soffer, als eerste was de vraag. Ja, dit is een rotvraag. En dat zeg ik omdat het komen tot een plan van aanpak, waar we tot nu toe ook over in gesprek zijn geweest als alliantiepartijen en op de werkconferentie ook in samenspraak met het ministerie van VWS, dat het ontzettend moeilijk is om het juiste aggregatieniveau te vinden. En aggregatieniveau even in normale taal, op welk niveau, hoe concreet moet je het maken? En wat we dan constateren is dat er enerzijds is het een transformatieproces en moet je dus zeggen dat je afspraken moet maken waarbij je voortschrijdend samen met mensen erachter komt wat wel en niet moet gebeuren en wat wel en niet werkt. En anderzijds, als je dat niet gepaard laat gaan van concrete doelstellingen, concrete afspraken waaraan je jezelf in elkaar mag houden, dan wordt het een ontzettend vaag, puddingachtig document. Wat wij heel belangrijk vinden is hem eigenlijk in tweeën te knippen. Je zou moeten agenderen. Dit zijn de zaken waar we afspraken over willen maken met de organisaties van en voor mensen met beperkingen. Vervolgens zeggen wanneer je die afspraken tot stand wil hebben gebracht. En wanneer je zegt dit zijn ze dan ook. En dan voortschrijdend gaan implementeren en toetsen. Nu zie je dat het een beetje ineen is geworsteld en dan is het net niks. Dus wij zeggen, en wij vinden daarbij bijvoorbeeld het Nationaal Programma Preventie een inspiratiebron. Maak nou een agenda met procesafspraken. Zeg dat je je in die agenda kan vinden. Zet ook op die agenda dat gemeenten een lokale inclusieagenda moeten maken. Eigenlijk langs hetzelfde proces. Borg overal dat organisaties van en voor mensen met beperkingen daar een onderdeel van zijn. En kom dan tot een implementatieplan waarin concrete doelen, concrete afspraken staan. Ja, het is eigenlijk een vraag van mevrouw Dijkstra, dus ik kijk of zij eerst een vervolgvraag wil stellen, maar anders mevrouw Leijten. Het is een hele procedurele vraag, want er wordt de hele tijd gezegd dat er een document is en dat er afspraken zijn, maar bij mijn weten heeft de Kamer niks ontvangen. Dus we praten wellicht langs elkaar heen. Ik vind het prima hoor, om op dit abstractieniveau te praten, maar ik kan nu niet inschatten waar ik op door moet vragen of wat dan ook. Dus voorzitter, wellicht weet u hier een weg uit. Ik wil graag meer horen over het plan van aanpak hoor, maar ik ken hem niet. Voor zover ik het begrepen heb, maar ik weet ook niet meer dan u, wordt er gewerkt aan een uitvoeringsprogramma om uiteindelijk, we hebben de memorie van toelichting gelezen waar heel veel wettelijke bepalingen in staan, maar vooral wordt gesproken over een uitvoeringsprogramma. En ik begrijp mevrouw Soffer zo dat daar natuurlijk op dit moment ook over wordt gesproken, hoe dat uitvoeringsprogramma zo goed mogelijk zou kunnen zijn. Van het papier is geduldig, hebben we al geconstateerd. Het gaat om dat er in de praktijk natuurlijk wat gebeurt.
Dus misschien toch nog inderdaad op vervolg op de vraag van mevrouw Dijkstra. En ik vind uw term geen puddingdocument eigenlijk best wel een heel erg aardige. En u maakt ook een knip tussen procesafspraken en een implementatieplan. Maar misschien zou u voor mij, maar misschien ook voor de Kamerleden, daar nog iets dieper op in willen gaan wat u nou als onderwerp van de procesafspraken zou willen zien. En wat u graag, zeg maar, aan mate van concreetheid in het niet puddingdocument, maar het in het implementatieplan zou kunnen zien. En misschien dat anderen die daar ook bij betrokken zijn bij het implementatieplan daar ook iets over zouden kunnen zeggen. Maar ik kijk in eerste instantie toch maar hoopvol naar u. Ik zei al, het is een rotvraag. Het is een rotvraag omdat inderdaad op dit moment gesproken wordt over een plan van aanpak. En dan wordt er gesproken tussen de alliantiepartijen en het ministerie van VWS. En we schuiven constant wat heen en weer tussen de proceskant van die afspraken en zeg maar even de implementatie, uitvoering, doelstellingenkant. En wij zeggen eigenlijk, maak nou een knip en doe op de korte termijn afspraken over hoe je tot een echte implementatie- en uitvoeringsplan gaat komen. En maak die afspraken zo dat het onmiskenbaar is dat organisaties van en voor mensen met beperkingen, maar ook andere organisaties zoals die vandaag worden gehoord, een onderdeel zijn van het uiteindelijk komen tot een echt uitvoeringsplan. En wij zijn als alliantiepartijen bevreesd dat als je dat in elkaar schuift, dat het pudding wordt. Helder. Heb ik daarmee de vraag beantwoord? Ja. Mevrouw Kooijman, ik zag u met de vinger zwaaien. Nou, ik zou het even bij de implantatie en de uitvoering graag gebruik maken. Echt maken bij de, van ervaringskundigen. Dus echt ervaringskundigen. Zij moeten mee leven, zij moeten werken. Dus maak meer gebruik van ervaringskundigheid. De heer Vos de Waal. Ja, ik sluit me ook aan bij de twee vorige beantwoorders van de vraag. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook een aantal concrete dingen zien. En als ik een paar voorbeelden mag geven. In de inleiding had ik het ook over terugdringen van dwang en drang. Nou, er zijn ook vanuit de sector al ambities voor. Maar je ziet op een gegeven moment dat weer afvlakt, zeg maar. En je moet daar ambitieuzer in zijn. En andere voorbeelden bijvoorbeeld zijn kinderen die vanwege een beperking geen onderwijs volgen. Dat zijn er ook veel in Nederland. Op dat soort punten zou je denk ik uiteindelijk, je moet denk ik wel die fasering die Jessel van aangeeft moeten aanhouden. Maar uiteindelijk zul je op dat soort onderwerpen wel duidelijke afspraken moeten hebben. En daarnaast denk ik op die lokale agenda. Ik ben erg blij dat die er komen. Dat is een van de positieve punten. Maar die zullen ook concreet moeten zijn. Bijvoorbeeld als het gaat, ook actueel, om huisvesting voor bepaalde groepen die vanwege ambulantisering nu in de opvang terechtkomen. Nou, ik denk dat het goed is voor de Kamerleden om te weten dat aanstaande vrijdag bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen de staatssecretaris en ons en de Alliantie, in ieder geval vertegenwoordigd door iedereen en een aantal andere organisaties en de VNG over het plan van aanpak. Het is nog wel redelijk vaag, moet ik eerlijk zeggen. Het ligt nog niet een bijna af plan. Maar voor zover ik begreep, wat de bedoeling is dat de rollen en het proces beschreven wordt. Dat staat ook wel in de nota van antwoord. En de reden daarvoor is omdat het de ratificatie van het VN, dat is niet een project van een paar jaar. Weet je, het moet natuurlijk jarenlang moeten we zorgen dat die samenleving inclusiever wordt. En daar moet je oppassen dat je er niet een heel concreet plan van aanpak van maakt, wat dan na een paar jaar afgelopen is en dan zijn we klaar, zeg maar. Dus wat ik begreep ook van VWS, wat de bedoeling is we beschrijven goed de rollen en de verantwoordelijkheden van de partijen. En vervolgens wordt analoog aan dat Nationaal Preventieprogramma gaan partijen pledges indienen die heel concreet worden en waar ze echt op afgerekend kunnen worden. Het is nog niet helemaal, zeg maar, het concrete antwoord wat jullie willen, maar dat is wel een beetje de gedachte, zeg maar, achter het proces op dit moment. Ik kan mij voorstellen dat het bij de plenaire kamerbehandeling ook zeker een onderwerp zal zijn.
Mevrouw Van Ark of mevrouw Dijkstra nog een... mevrouw Van Ark? Ja, nou, het is wel... Mijn vraag zou met name ook zijn richting dat plan van aanpak, maar is nu al deels een beetje beantwoord door mevrouw Van den Bos, maar misschien kan zij er nog op doorgaan. Gegeven ook het feit dat, dat we natuurlijk niet bij nul beginnen, dat er al veel initiatieven zijn waarin wordt samengewoond, alles toegankelijk is bijvoorbeeld genoemd. Mijn vraag zou zijn, maar dat was voordat zij haar laatste antwoord gaf, maar misschien kunnen we daar dus op doorgaan. Wat zijn nou kritische succesfactoren ook geleerd hebbende van de praktijk tot nu toe? Misschien zijn er ook anderen die daarop aan willen vullen van hoe je zoiets nou tot een succes maakt. Vooral ook omdat nou ja, de ratificatie staat in het regeerakkoord, maar er staat ook bij van we moeten ook zorgen dat dingen gewoon in de goede volgorde gaan. We moeten ook zorgen dat het ook echt beklijft. Volgens mij gaat het ook om een stukje internaliseren van hoe ga je met elkaar om, hoe willen wij dat we met elkaar omgaan in Nederland. Dus hoe voorkomen we nou dat het... iets is wat kan mislukken of goed gaan, maar dat het echt een... Lerend van datgene wat al is gebeurd in bijvoorbeeld die coalities, waar moeten wij bij het plan van aanpak straks op letten? Nou, waar ik zelf enthousiast over was, was het plan dus van VWS, dat, wat ik net ook zei, om het een beetje vergelijkbaar op te zetten met het Nationaal Preventieprogramma, waarvan je toch ziet dat er hele concrete beloftes, hele concrete projecten zeg maar uit voort zijn gekomen. We zijn nog niet klaar met de bewustwordingfase. Ik denk dat nog niet alle ondernemers in Nederland zeg maar op de hoogte zijn van het verdrag, van wat ze kunnen doen om hun winkel of hun horecagelegenheid of hun dienst, hun product zeg maar toegankelijker te maken. Dus daar moeten we sowieso veel tijd in blijven steken. En even een tandje erbij ook. Ik bedoel, de ratificatie is natuurlijk ook een hele mooie gelegenheid om daar een soort campagne overheen te gooien. Maar ik denk dat we meer best practices nodig hebben. En ik denk dat die via zo'n pledge, zeg maar, ook... waar bedrijven natuurlijk ook mee kunnen pronken met een prachtig project als ze die gaan... of ketens of gemeentes. Of, want het is eigenlijk de hele samenleving moet natuurlijk mee doen aan de uitvoering van het verdrag. Ja, ik denk dat we daarmee in die concrete fase komen, waar we nog niet helemaal in terecht zijn gekomen. Deels wel, maar nog voor een groot deel niet. Ik hoop dat ik daarmee een beetje beantwoord heb. Misschien ook voor de vervolgvraag, want waar ik naar zoek, zeg maar, is dat zie je vanmorgen ook, de enorme diversiteit aan onderwerpen, variërend van eigenlijk een oproep van laat een bepaalde groep niet in de kou staan, tot heel concreet het aanpassen van stemhokjes en alles wat ertussenin zit. Hoe vliegen we dat nou aan? Hè? Dit is een handreiking, maar ik hoor inderdaad ook graag vanuit de kant van mensen met een beperking van hoe kunnen wij dat nou doen? Ik wou er twee dingen over zeggen. Wat we zien in vergelijkend perspectief is dat een hele belangrijke succesfactor bij het goed geïmplementeerd krijgen van afspraken uit het VN-verdrag ligt bij de rol van de overheid. En dat is een beetje flauw, want je kan zeggen de samenleving moet daar dingen in doen, maar de overheid moet er ook dingen in doen. En wij hebben vanuit de Alliantie heel sterk bepleit dat de overheid, waar het ook is belegd, een hele belangrijke taak heeft, met name in regisseren en coördineren. En die regierol, ik heb dat zelf wel eens vergeleken met het Deltaplan voor de kusten. Hè? Daar ga je 40 jaar lang je kusten versterken. Dat doe je middels een hele set aan afspraken op allerlei niveaus. En de overheid neemt daar een belangrijke regierol in. En dat doen we omdat het van belang is voor het hele land op allerlei niveaus. Eigenlijk zeggen wij vanuit de Alliantie, het VN-verdrag is ook zo'n 40-jarig programma wat op allerlei niveaus, van lokaal tot regionaal, op alle bestuurlijke niveaus regie behoeft. En die regie die kan alleen maar plaatsvinden vanuit de overheid. En kan alleen maar tot afspraken waaraan je mensen kan houden leiden op het moment dat je zegt van voor met mensen met beperkingen en andere organisaties maak je op al die niveaus afspraken. Ja? Tenminste, ik kan me voorstellen dat hier nog vragen over of toevoegingen over zijn, of is het voldoende helder? Ik heb nog wel een toevoeging, als het mag. Ja, mevrouw Westerhof. Wat belangrijk is,
is dat straks het ministerie van VWS de verantwoordelijkheid neemt om het VN-verdrag uit te voeren. En wij hebben natuurlijk te maken met verschillende soorten wetten, de zorgwet, de WMO. Maar ik denk dat het nog niet helemaal duidelijk is dat het ministerie zich nog niet bewust is van wat er allemaal nodig is straks. En ik denk dat het goed zou zijn om één beleidsmedewerker aan te stellen die zich volledig richt op de implementatie van het VN-verdrag. Zoals u al zei, er zijn verschrikkelijk veel domeinen en het is belangrijk dat er overzicht komt. Dus het ministerie en de staatssecretaris moeten daar samen voor waken en zorgen voor een uitvoering. De afgelopen jaren zijn er ontzettend veel bijeenkomsten georganiseerd door VWS. Met als thema, dit thema, hè, dat wij hebben daar ook over mee mogen denken. Maar tot nu toe is er niet echt resultaat geweest vanuit die bijeenkomsten. Geen concrete resultaten heb ik gezien. Het is mooi dat we allemaal een bijdrage kunnen leveren. Maar daarna moet er inderdaad een duidelijk plan van aanpak komen. En al die verschillende groeperingen, belangenorganisaties en verschillende terreinen, die hebben dan hun zegje kunnen doen. Eigenlijk zou het VWS een soort van DNA moeten zijn van de uitvoering van het VN-verdrag. En eigenlijk natuurlijk niet alleen het departement van VWS, maar eigenlijk zou dat het DNA van het Rijksbeleid moeten zijn. Ik zag heer Vos de Waal. Ja, ik ben het mee eens dat het echt een geweldig omvangrijk iets is, dat het moeilijk is om het echt beet te pakken. Maar als ik een paar hoofdlijnen, ik denk dat één hoofdlijn is toch de bewustwording en zeg maar anti-stigma, antidiscriminatie iets. Of positiever gezegd, op allerlei manieren uitdragen dat je echt samenleeft met allerlei verschillende groepen, met mensen met verschillende beperkingen. Om daar dat actiever die boodschap te brengen. Ik denk een tweede is, we zien nu dat dingen vaak niet werken omdat in verschillende domeinen langs elkaar heen wordt gewerkt. En zeg maar die aansluiting en de keten die breekt vaak of omdat er sprake is van concurrentie of gebrek aan samenwerking. Dus ik denk dat de overheid meer zou kunnen sturen bijvoorbeeld op samenwerking tussen gemeenten, verzekeraars, woningcorporaties, met name bij die transities. En een derde terrein is nieuwe wetgeving. Ik noemde als voorbeeld bijvoorbeeld dat straks woningcorporaties iemand kunnen weigeren omdat iemand in het verleden er meldingen zijn geweest dat iemand voor overlast heeft gezorgd. Dus er komt ook nog nieuwe wetgeving die je kunt toetsen, denk ik, aan dit VN-verdrag. En waar je soms duidelijk ook een andere besluiten moet nemen dan nu dreigen genomen te worden. Mag ik daar? Ja, want dit vind ik wel, dit is een worsteling, omdat uiteindelijk moeten we ook belangen afwegen. Net zoals bijvoorbeeld bij de verzekeraars. Er wordt gezegd van oké, als iedereen wegloopt omdat de premie te hoog wordt, dan heeft iedereen daar straks last van. Is er natuurlijk ook bijvoorbeeld in zo'n wetsvoorstel wordt er een afweging gemaakt tussen belangen van veel mensen. En dat vind ik ook nog wel een zoektocht. Ook zeg maar met de behandeling van dit wetsvoorstel. Ook omdat we niet helemaal in de toekomst kunnen kijken. We krijgen nu definities bijvoorbeeld van mensen met een beperking. Dat is heel lastig. Tegelijkertijd, een paar weken geleden, kwam er een nieuwsbericht dat bijvoorbeeld ook zwaarlijvigheid een beperking zou kunnen zijn of worden in de toekomst. Dus als we inderdaad voor 40 jaar een deltaplan neerleggen, waar zitten dan die verschillende belangen om af te wegen en welke norm hebben we dan? Als je kijkt bijvoorbeeld naar het deltaplan in Zeeland, daar zijn op een gegeven moment ook normen vastgesteld waar je aan moet eiken. En die zoektocht zie ik nog wel. Die zal dan misschien ook bij dat plan van aanpak moeten komen. Maar ja, ik blijf dat wel het dilemma vinden, ook als ik u dat hoor zeggen. Ja, ik denk de toetsing van het VN-verdrag is natuurlijk daar waar het pijn gaat doen. Of waar je zeg maar
waar het niet meer zo vanzelfsprekend is. En ik denk dat je ook moet oppassen dat het niet een soort fruitschaal wordt waar je de vruchten uit plukt die je toch al lekker vindt. Ja, ik vind het moeilijk om naar... Ik snap de weging, maar het voorbeeld bijvoorbeeld wat ik noemde... dat geeft aan dat er enerzijds niet duidelijke afspraken worden gemaakt over huisvesting van mensen die met psychische problematiek of mensen die misschien overlast geven of hebben gegeven. En aan de andere kant wordt hun rechtspositie wel aangetast. Dus dan wordt aan de ene kant, of eigenlijk wordt aan twee kanten tegelijkertijd, wordt het probleem versterkt. Maar dat misschien herhaal ik dan mezelf, maar ik denk dat je met name ook mensen die op een of andere manier een beperking hebben die wat minder, die ook wel confronterend kan zijn, hoe je daarmee omgaat, ik denk dat daar ook een belangrijke toets is. Ja, voorzitter, volgens mij hebben we een behoorlijke kern te pakken. Dus als u mij toestaat, zou ik graag aan mevrouw Westerhof een vervolgvraag willen stellen. Want ze zei heel treffend, we zijn heel vaak bijeengekomen op ministerie. We mogen heel erg meepraten. En toch ziet zij weinig concrete resultaten. Terwijl we het over hele belangrijke dingen hebben. Stelsel, onderwijs, passend onderwijs, WMO. Nou, ga zo maar door. En dan wil ik toch de vraag aan mevrouw Westerhof stellen. Heeft u nou uiteindelijk het idee dat met al die bijeenkomsten waarop u mee mag praten, in mag brengen, uiteindelijk in de besluitvorming uw belang voldoende wordt meegewogen? Of dat dat dan toch wegvalt? En als dat laatste het geval zou zijn, hoe denkt u dat dat komt? De opmerking van mevrouw Westerhof zo begrepen dat het ging om de... opstellen van het plan van aanpak waar de bijeenkomsten voor zijn geweest. Dus misschien dat het goed is dat u helder maakt hoe u daar vervolgens ook stappen in zet. Nee, mijn vraag is echt ook wel een andere. Ze zegt, we zijn heel vaak op het ministerie geweest om te praten over zaken. En tegelijkertijd zie je heel veel beleid, besluitvorming, de heer Vos de Waal zegt het ook, die daaraan tegengesteld is. En ik vraag aan mevrouw Westerhof hoe zij duidt dat dat toch gebeurt. Mevrouw Westerhof. Ik bedoel de bijeenkomsten de afgelopen jaren, dat waren grote bijeenkomsten. En dat waren vaak ervaringsdeskundigen, patiëntenorganisaties en een aantal beleidsmakers. En het was interessant, het was goed om kennis uit te wisselen. Maar echt concrete plannen of aanpak hebben we niet over gesproken. En ik denk dat dat een gemiste kans is. Hè. We investeren in dit soort bijeenkomsten om met elkaar van gedachten te wisselen. Maar ik denk dat het goed zou zijn om dan ook een duidelijk plan te hebben. En dat waar je de resultaten ook van kunt toetsen. Dus hoe kunnen we efficiënt en kostenbesparend hiermee omgaan? Er zijn natuurlijk verschillende nieuwe wetten en die zijn dan weer versnipperd onder de verschillende ministeries. En dan praat ik over de tolkvoorziening. En ik denk dat je op een bepaalde manier kostenbesparend en dus als je meer efficiënt werkt, kostenbesparend zou kunnen werken. Ik heb zelf nog een vraag over het Design for All. Daar is het uitvoeringsprogramma of de memorie van toelichting hier en daar wat... voorzichtig in. Terwijl je zou kunnen zeggen dat iets meer een tandje erbij bij Design for All ook weer aanpassingen achteraf ook scheelt. Heel praktisch, als je een slechte handfunctie hebt en je hebt een stekker die heel klein is, dan krijg je hem er niet uit. Maar een ringetje die tegenwoordig een aantal stekkers er gewoon hebben, waar gewoon je de vinger in steekt en je trekt hem eruit en er is... Niemand merkt het waarschijnlijk die niks aan zijn handen markeert, maar dat is voor mensen met een beperkte handfunctie heel handig. En eigenlijk zou ik graag vanuit het zijde van de ondernemers, zowel detailhandel als ook VNO, NCW en het MKB, eigenlijk ook wel willen horen hoe zij aankijken hoe we na dat Design for All toch een paar
meer stappen dan de toevalligheid van het moment, zeg maar, zouden kunnen gaan. De Europese Commissie heeft CEN, dat is het Normalisatie-instituut van Europa, zeg maar, die hangt boven alle nationale NENs, het mandaat gegeven om een norm te ontwikkelen voor Design for All, voortkomend ook uit dit verdrag. Daar is in mei mee gestart. NEN voert ook het secretariaat. Die norm die ontwikkeld wordt, en alle lidstaten zijn erbij betrokken, die moet ervoor zorgen dat bij het ontwikkelen van normen toegankelijkheid een criterium is waaraan getoetst wordt. En dan ook, neem ik aan, per beperking zeg maar aangegeven wordt van let hierop, let daarop. Want consumentengoederen en fabrikanten die hangen aan elkaar van de normen, zeg maar. Dus je hebt voor alle consumentengoederen bestaan normen, zeg maar, waaraan die moeten voldoen. Op het moment dat die normen ontwikkeld worden of aangepast worden, en er zit een lijst bij en die zegt let hierop, let hierop, let hierop, dan zit je dus helemaal aan het begin van het productieproces, hou je rekening met Design for All. Die norm gaat ook Design for All heten. Ja, en dan zou bijvoorbeeld betekenen dat verpakkingen makkelijker uit te pakken zijn en dergelijke. Het is niet alleen mensen met een beperking, het is ook dat we natuurlijk veel meer ouderen krijgen die daar ook heel veel baat bij kunnen hebben. Ja. Ik zag de heer Wolters ook zijn vinger opsteken. Nou, ik had al, voorzitter, ik heb al een keer eerder mijn vingers opgestoken, maar geeft niks. Nee, het maakt niet uit. Het is voor mij een beetje verbaasd. Dat we nu praten over het VN-verdrag, terwijl we met elkaar al sinds 1948, toen heeft de VN al de rechten van de mens goedgekeurd. Vervolgens kwamen daar de standard rules, waarbij de staten verplicht werden om een samenleving in te richten voor mensen met een beperking. En nu praten we zoveel jaar later, praten we over hoe kunnen we dat dan met elkaar organiseren. 2005 heeft de toenmalige staatssecretaris een brief geschreven en dat ging over gehandicaptenbeleid, waarbij ze 5 ministeries betrok, onder andere BZK. En er waren de vragen van over de wetgeving enzovoort enzovoort. Maar niet over de filosofie zoals we met elkaar nu hebben. Dat is nooit in beeld geweest. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook gaan proberen om mensen te informeren dat mensen met een beperking gewone mensen zijn. Ik zal u vertellen, ik heb al niet, dat is echt gebeurd. Ik rijd door mijn woonplaats Uden heen met mijn rolstoel. Staat daar een kraampje met brillenverkoop. Ik zal het merk niet noemen. Maar er staan 2 mannen bij en hebben helemaal niks te doen. Houden iedereen aan die een bril heeft om klanten te werven. Ik rijd er langs, ze zeggen helemaal niks. En op een gegeven moment denk ik, ja, potverdorie, voor de zoveelste keer wordt me niet wat gevraagd. Ik heb ook een bril. Ik ga dus terug. Zeg tegen die mensen, heb je mij niet gezien? Meneer, u bent helemaal niet opgevallen. Dus nou weet je wat je moet doen? Dan moet je naar een goede brillenzaak gaan en dan koop je daar een bril. Nou, dat zijn allemaal van die dingen die je als gehandicapte tegenkomt. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat mensen ook van bewust worden dat we normale mensen zijn. En daar begint eigenlijk het hele VN-verdrag mee. Het moet gedragen worden door de samenleving. Ik zou bijna zeggen, ook met het oog op de klok, dat met die laatste opmerking bewustwording en het moet gedragen worden, niet alleen door gehandicapte organisaties, de overheid of bedrijfsleven, maar door de hele samenleving, dat het een mooie samenvatting is van dit blok. Ik dank u allen voor uw inbreng. De Kamer heeft een half uurtje maar pauze. Dus dat wil zeggen dat wij om 14:30 weer verder gaan met het derde en met het laatste blok. Ook hiervoor geldt de uitnodiging weer. Degene die hier aan tafel zitten, dank. U mag ook weer in de zaal plaatsnemen om ook het derde interessante blok ook